zijn in Lunteren, vakantiepark, Landgoed Schelenberg. Dit is mijn favoriete park, zeg maar. Ik ben sowieso van de vakantieparken. Maar hier zit ik echt meerdere keren per jaar. Kom ik hier nu even voor een schrijverskamp. Dus ik doe mijn dingen, mijn muziek produceren hier. Als ik even een projectje heb, 5, 6 dagen achter elkaar. Dus zodoende de Veluwe, jongens. Outsiders op de Veluwe. Ik probeer me altijd goed voor te bereiden op X-Qlusive Holland. Dus ik heb nu gewoon echt een schrijverskamp. Een week lang. Alleen voor X-Qlusive Holland. Dus we worden elke dag vroeg wakker en zijn alleen maar platen, remixen en gasten komen langs met wie ik ga optreden daar. Dus deze week is helemaal een teken van X-Qlusive Holland. Ik doe niks anders deze week. Tipje van de sluier. Ik ga iets samen doen echt op het podium met een van mijn favoriete volkszangers. Ja, mensen die mij een beetje kennen, die weten wel wie dat is. En ik doe nog iets met een hele bekende vlogster, misschien wel de allerbekendste. En voor de rest komen een hele hoop verrassingen. Elke DJ heeft denk ik een soort van de Holy Grail, weet je wel. Waar die voor heel veel hardstyle jongens zal dat Climax zijn, voor de anderen is dat een Defcon main. Ja, en voor mij is X-Qlusive Holland toch wel het enige feest waar ik me echt zo een week lang terugtrek en ga voorbereiden, zeg maar. Ik heb voor de zomer heel erg veel vooruitgewerkt. Heb ik iets van 8, 9 platen heb ik afgemaakt. Ja, voor mij had het super mooi om dat dan in een uitverkocht Ziggo Dome te testen, zeg maar. Dus sowieso die nieuwe mashups, Nederlandstalig, maar ook een paar nieuwe exclusives, een paar samenwerkingen. Maar ja, nee, zeker weten, man. Ik denk dat de helft van de set bijna gaat bestaan uit platen die nog niet uit zijn. Ja, ik vind X-Qlusive Holland, als ik daar ben, zeg maar, wat ik het tofste vind daarvan is de productie. Die is mega, die is echt Q-dance. Maar in de zaal is alles zo ongedwongen. Het is gewoon oud-Hollands vertier. Dus ja, het is gewoon rammen, man. Nee, ik hou echt van spruitjes, man. Dat vind ik echt super lekker. Spruitjes met een bloemkool met kaassaus. Met maar echt die goedkope knor kaassaus. Nee, dat is super ironisch, maar dat moet de Bami-hap zijn. Omdat die is niet Nederlands, die hebben ze zo Nederlands gemaakt, dus dat moet de Bami-hap zijn, kan niet anders. Thuis, man, is gewoon, ik kan niet langer dan 2 weken buiten Nederland zijn. Het maakt niet uit hoe mooi of waar ik ook ben, dan heb ik zieke heimwee, dus het is voor mij het is thuis. Ik denk dat ik dat stiekem toch wel ben, hoor. En nationalistisch weet ik ben wel heel trots op Nederland, zeg maar. En ik ben natuurlijk heel veel in het buitenland. Dus ik sta wel, ik verdedig en discussieer wel vaak over Nederland, maar dat wel. Meeuwen sowieso. Meeuwen verpesten mij Nederland, dat meen ik echt oprecht. Ik woon in Den Haag en meeuwen kunnen mij echt, ik overdrijf niet, sommige mensen vinden het een plaag, maar ik word er echt ongelukkig en depressief van. Ik vind het erger dan alles. Nederland heeft hele simpele, mooie tradities, weet je wel. En ik hou van simpel Hollands vertier. Dat vind ik het mooiste wat er is. Koekhappen. Het is zo ongedwongen en het is zo simpel. En, nee, tradities zijn superbelangrijk in een land. Dus ook de Nederlandse.